Dames en heren, beste collega's, we hebben bijna een Zweedse regering voor Vlaanderen. Dat denk ik toch. Zo'n regering die regeert, maar regelt natuurlijk niet alles. En dat is zeker zo waar het onze universiteiten aanbelangt. Universiteiten hebben klassiek altijd een behoorlijk hoog niveau van zelfregulering gekend. En dat zal met die nieuwe regering die eraan komt eigenlijk niet anders zijn. Die regering zal lijnen uitzetten, ongetwijfeld. Maar zal ook rekening houden met onze standpunten. Al was het maar omwille van het eenvoudige besef dat samenwerking tussen deskundigen van de universiteiten en experten van de eigen administraties tot betere beslissingen leidt. Die regering zal niet alleen rekening houden met, ze zal natuurlijk ook rekenen op de universiteit, rekenen op ons initiatief in lijn met politieke prioriteiten, inspelend op de maatschappelijke noden die zich stellen. En binnen het domein, dat ruime, rijke domein van academisch onderwijs, waar ik vandaag wil op focussen, zie ik minstens, er zijn er meer toegegeven, maar minstens drie domeinen waar die regering en de universiteiten, met inbegrip van de hogescholen, samen zullen moeten marcheren. En ik overloop ze graag samen met u. Ik zal het eerst hebben over de instroom en doorstroom in het hoger onderwijs, het thema van de dag. Ik zal het daarna kort een poging tot levenslang leren, want dat duurt lang. En afsluiten met een gevoelig thema, anderstaligheid in het hoger onderwijs. Nu vraagt u zich meteen af, wat doet dit plaatje op dit scherm? Dat zal u zo dadelijk duidelijk worden. Dames en heren, de Vlaamse universiteiten die worden gekenmerkt, en dat siert hen, door een model van open toegankelijkheid. Nauwelijks selectie, nauwelijks controle aan de poort. Wie die andere 49 universiteiten naast KU Leuven in die top 50 van Times Higher Education bekijkt, die zal meteen merken dat dat de hoogste uitzondering is en niet de regel. Wel, ik hou graag vast aan die uitzondering. Geen enkele nood om te accorderen aan de regel. 23 van die andere 49 universiteiten komen uit de Verenigde Staten. 23, dat is niet min. Amerikanen denken altijd, en wij eigenlijk vaak met hen, dat de Amerikaanse universiteiten de beste zijn. Nu, wat het publiek niet weet, is dat de Verenigde Staten 5000 instellingen van hoger onderwijs stellen. En dat van die 5000 gemeenzaam slechts 108 erkend worden als echte onderzoeksintensieve universiteiten. En ik vertel het verhaal om het extreme andere uiterste te verduidelijken. 108. Als Amerikanen zeggen dat ze de beste universiteiten hebben, dan bedoelen ze niet voor alle duidelijkheid dat in doorsnee of gemiddeld de Amerikaanse universiteit de beste is. Nee, eigenlijk willen ze gewoon zeggen dat van de allerbeste universiteiten er nogal wat in de Verenigde Staten liggen. Dat is iets heel anders. Dat krantje van beste universiteiten, dames en heren, bouwt zijn reputatie op basis van exclusie. Neem die kleine club van de Ivy League. 8 universiteiten. En hier komt hij dan. 8 universiteiten die hun reputatie opbouwen op 3 kenmerken. Academische excellentie, gelukkig maar. Selectiviteit en sociaal elitisme als een resultaat daarvan. Die 8 universiteiten samen hebben niet eens 60.000 undergraduate studenten. Daarmee krijg je dit mooie stadion, de Stade Vélodrome van Marseille, niet gevuld. Niet eens 60.000 studenten in zo'n groot land die de directe impact van al die geweldige vindingen van die Ivy League-universiteiten direct kunnen genieten. Ik vond geen relevante vergelijkingspunten in het Belgische voetbal, mijn excuses. Het is wat het is en wellicht nog een tijd zal blijven. Er wordt gereageerd en sommigen van u kennen deze verhalen. Er zijn aan de overkant van de plas presidents, provosts die zeggen dat het zo niet langer kan. Een heel mooi verhaal, vind ik. Maar wel dankzij een gigantisch grote endowment, laat ons dat er maar meteen bij zeggen, is het verhaal van de Medical School van NYU. Zij gebruiken die endowment om de tuition fee, het inschrijvingsgeld, hou u vast, $55.000 per jaar voor het MD-programma, om dat volledig kwijt te schelden. En waarom doen ze dat?
Wel omdat de uitstaande schuld per student gemiddeld in de medical school van NYU opgelopen was tot, hou u vast, ik herhaal het niet, eenmaal $186.000 gemiddeld. Omdat het voor u is $186.000 gemiddeld. Gigantisch. Een stap in de goede richting. Een stap in de andere richting, de minder goede. University of Alaska, zo episch in de Arctische wetenschappen. De gouverneur van Alaska heeft in juni, en het is me gemeld via onze theologen. Ja, dat heeft er eigenlijk niets mee te maken, maar... Als ik eenmaal in mijn verhaal zit, dan... Ja. U denkt nu meteen van Arctische wetenschappen en theologen. Maar het is me wel echt via die kant gemeld. 136 miljoen budget cut van het ene jaar op het andere. Een gouverneur van Alaska die zegt 136 miljoen minder... 40% in min op de overheidssubsidie op één jaar tijd. Dames en heren, wij praten in Vlaanderen intussen van de kaasschaaf. Dit is geen kaasschaaf meer, dit is de botte bijl. En u zal het zien, de inschrijvingsgelden zullen er de regelklep worden. Weer een stap naar meer exclusief onderwijs. En ik denk en ik hoop dat onze politici weten dat we die kant niet uit willen. Simpelweg omdat wij een heel andere betekenis hechten aan impact. En ik denk met z'n allen ook heel goed begrijpen dat impact van wetenschap maar gerealiseerd wordt als die wetenschap gedeeld wordt met heel velen in telkens opeenvolgende nieuwe generaties van jonge studenten. En misschien wordt die KU Leuven pas echt onderscheidend in die top 50 door zijn combinatie van open toegankelijkheid met excellentie in onderzoek. Daar zorgt u met z'n allen voor. Nochtans, en dat was de boodschap van vandaag, vanochtend op de radio en gisteren in de zevende dag en op zoveel fora deze dagen, Rick van de Wallen in Gent vorige week ook. Een model van volledig open toegankelijkheid is misschien niet altijd op alle vlakken het allerbeste alternatief. Er is vandaag nogal wat kritiek op dat model van open toegankelijkheid in combinatie met een, zoals het dan heet, doorgeslagen flexibilisering van het hoger onderwijs. U ziet hier in cijfers de studieduurverlenging aan de KU Leuven, gezondheid. Namelijk het aandeel generatiestudenten met een bachelordiploma na 3 jaar. En u ziet dat van jaar op jaar dalen. En u mag evident de studentengroep van het laatste jaar niet vergelijken met die van het eerste jaar. Maar het is het stelselmatige van die vermindering dat mij zorgen baart. En die vermindering gaat gepaard met kosten aan de kant van de studenten. De hoge drop-out leidt tot een gevoel van ontgoocheling en mislukking bij te veel jongeren. Ongetwijfeld, er gaat tijd verloren, tijd die financieel zwaarder doorweegt voor de kwetsbare groepen die we vaak proberen te beschermen. Terecht. Er is dat effect van die ach... Zal ik maar eens proberen, achtige student. Gelukkig een minderheid. Er is het verlies van klasgevoel, van cohortengevoel. Een gevolg van die differentiatie in leerwegen die meegecreëerd is door die flexibilisering. En we moeten daar echt naar kijken. Is de situatie hopeloos? Want dat is misschien wat u onthoudt in de pers. Nee, verre van. Misschien ernstig. Afhankelijk van de cijfer dat u hanteert, kijk, een cijfer waar ik mij zorgen over maak, is dat momenteel aan de KU Leuven amper 12% van de studenten de eerste zittijd afsluit met een volledige clean sheet, een volledig mooi rapport, alle vakken geslaagd. 12%. Wat ik ook niet zo mooi vind, is dat amper 35% van onze studenten naar het tweede jaar gaat met een clean sheet, na inzet van de toleranties. Ik leg u dat systeem niet uit hier. Dan ben ik vertrokken voor een uur. Wat ik dan weer hoopgevend vind, tegen de achtergrond van wat ik net gezegd heb, is dat 50% van onze startende studenten naar het tweede jaar gaat met maximum 2 tekorten. En dat is eigenlijk, als u erop doordenkt, mooi voor een universitair systeem met een volledig open toegang. Daar blijf ik bij. Dus moeten wij de koers helemaal veranderen? Nee, we moeten wel de zeilen bijzetten. En u heeft in de pers de elementen daarvoor, denk ik, meegekregen. Ja, wij zullen inzetten op aan de instroomzijde, eikingsproeven. En ja, wij zouden die graag verplicht en niet bindend maken. Verplicht en niet bindend. En waarom?
omdat er een belangrijk signaal vanuit gaat vanuit de universiteiten zelf. Er wordt een césuur gecreëerd die maakt dat degenen die er net onder zitten wellicht aangezet worden tot extra inspanning. En eikingsresultaten kunnen ook een geweldige start zijn om differentiatie te bouwen in wat wij aanbieden aan studiebegeleiding. Daarmee is al het makkelijke in dit verhaal ook gezegd, dames en heren. Ze ontwikkelen, ze implementeren, ze valideren. Er is nog een lange weg te gaan en er is kritiek, dat weet ik. Er is vanaf vanmiddag een helemaal uitgeschreven versie van... Dit is trouwens het plaatje dat bij de Eikingstoets past. Een helemaal uitgeschreven lange versie van deze speech. Daarin vindt u meer details over die kritiek. En ook over een ander punt dat te technisch is voor dit moment, voor een feestmoment. En dat is de herziening van de inputfinanciering die we beogen. Maar wat ik u wel wil meegeven, is dat we kleine bijkleuringen in onze financieringssystemen beogen. Die vooral een snellere heroriëntatie, zeker bij heel laag studierendement, van universiteit naar hogeschool stimuleren. Daar gaat dat verhaal over. En dan heb je die doorstroom en die inkorting van de studieduur. Dat is voor mij in eerste instantie, dames en heren, een verhaal van ambitie. Terug durven uitspreken. En niet iedereen hoort dat graag, maar terug durven uitspreken dat het eigenlijk wel de bedoeling is dat je een 3-jarig bachelorprogramma in 3 jaar afrondt. En ja, dat vraagt een engagement van onze studenten, maar ja, dat vraagt ook een engagement van ons. Wij zijn hen verplicht om dan heel goed toe te kijken op adequate curriculumontwikkeling. Zeker dat. De struikelvakken met een te laag succes. Aangepaste studiebegeleiding en, heel belangrijk, het bijpassen van de evaluatiemomenten bij de leeractiviteiten. Wat mij brengt bij de misschien wel belangrijkste werf in het streven naar een terug wat verder ingekorte studieduur, en dat is heel dat grote project van activerend onderwijs en actief leren. Actief construeren en bezitten in plaats van luisteren en blokken. En ik wil alle collega's hier en daarbuiten, die zich ingeschreven hebben in die beweging, vaak al gedurende jaren, vele jaren, van harte bedanken om ons daarin te steunen. En ja, het wordt ook meer en meer een verhaal, niet alleen van actief leren, maar ook van actief opvolgen. Denk aan de buzzword van de dag, maar zo'n belangrijke buzzword, de learning analytics, de learning dashboards. We hebben zoveel data over onze studenten, maar we gebruiken ze amper in het ontwikkelen van goede begeleidingstrajecten. En ja, we hebben ook allerlei andere plannen in ons achterhoofd en stilaan in ons voorhoofd. We willen de herkansingstijd terugmaken tot wat die is, een herkansing. En geen spreidingsmodaliteit, evident. Ja, we willen teruggaan naar een beperkte liberatiepakket, om terug wat orde te krijgen in die overgang van fase 1 naar fase 2. En ja, als het moet, dan kijken we ook wel eens naar die bindende studieadviezen en die 30% maatregelen en bekijken of daar de drempel eigenlijk nog wel juist ligt vandaag de dag. Maar dat is allemaal operationeel en daar wil ik u hier niet mee vervelen. Wat ik veel belangrijker vind, is onze positie. En ik herneem hier eigenlijk woorden die, als ik het mij juist herinner, in 2012 iets wat anders door ere-rector Waar werden uitgesproken. Die positie bestaat voor mij uit een aantal elementen. Ja, wij zullen blijven gaan voor excellentie. Dat is wie wij zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan. En dat geldt ook voor ons onderwijs. En daar betekent excellentie voor mij de diepgang die we beogen, het niveau dat we ambiëren met onze studenten aan het einde van het traject en evident ook de onderzoeksgedrevenheid van wat we aanbieden. Dat is excellentie. En ja, ten tweede, wij zullen blijven zweren bij die open toegankelijkheid van het hoger onderwijs. We zullen daarvoor blijven vechten, absoluut. Omdat we echt geloven dat kennis maar zijn effect heeft als ze gedragen wordt door velen. En pas dan bijdraagt aan collectief welzijn en aan meer welvaart. Dus nee, inclusie is niet de tegenstelling van excellentie. Ze is er deel van en misschien zelfs voorwaarde toe. Laat ons met de KU Leuven gaan voor excellentie door inclusie. En wat ik daar wil bij beklemtonen is dat inclusie voor mij niet langer, eigenlijk nooit het geval geweest trouwens,
maar niet langer gelijk staat aan absolute keuzevrijheid. Inclusie moet gaan over het creëren van kansen, niet over het verleiden tot mislukking. Dat is een gigantisch onderscheid. Inclusie betekent voor mij, en daar komen die associaties terug natuurlijk, dat elke student die een ambitie heeft in de richting van het hoger onderwijs op een plaats komt in dat heel rijk geschakeerde aanbod van dat hoger onderwijs, overeenkomstig zijn of haar talent en motivatie. En dat is niet noodzakelijk aan de universiteit. En ja, daar ligt een missie voor die associatie. Die zal verder werken om die hoger onderwijsruimte, die eengemaakte hoger onderwijsruimte, tot een heel rijk ecosysteem te maken met heel veel overgangen, bruggen, schakels en al wat erbij hoort. Twijfel er niet aan. En ja, we zullen daar een engagement bij plakken aan de KU Leuvenkant om efficiënt om te gaan met de overheidsmiddelen. En ja, dat vraagt ook inzicht van die student. Het besef dat de studies meegefinancierd worden door heel wat mensen die nooit zelf het privilege, een privilege waar hard voor gewerkt wordt, datzelfde privilege van een universitair diploma zullen verwerven. En ik sluit dat eerste luik graag af met een boodschap aan die Vlaamse regering of die Zweedse regering voor Vlaanderen in wording. Als excellentie in de finale teksten van het regeerakkoord een even prominente plaats blijft houden, dan zal die regering een partner hebben in de KU Leuven. Een KU Leuven die evenmin buigt voor mediocriteit. De KU Leuven, een lifelong learning university. Luik 2 is wat korter dan luik 1, luik 3 is korter dan luik 2. Maar ik vind dit wel een belangrijke. Waar draait levenslang leren rond? Het gaat eigenlijk over het verwerven van kennis, van vaardigheden, van waarden, van inzichten op een manier dat we met vertrouwen, met voldoening, de altijd maar wisselende rollen in ons leven, in onze levensloop aankunnen. En dat gaat zeker binnen een universiteit om veel meer dan puur de professionele ontwikkeling of competentieontwikkeling in een professionele context. Dat gaat ook over persoonlijke verrijking en persoonlijke verdieping. En ja, daar leggen we in onze bachelors en onze masters een geweldige basis voor. Twijfel daar niet aan. Schitterend werk. Maar ik wil het hier vandaag met u heel even hebben over dat andere segment, de permanente vorming, wat wij aanbieden in zogenaamde post-experience programma's voor ervaren volwassenen. En daar, dames en heren, beste collega's, durf ik iets strenger zijn voor onszelf. Wij hebben, en laat u nu niet in de war brengen door de woordkeuze, wij hebben toch nog altijd ergens wel wat dat imago in België van een soort hogere school, geen hogeschool, maar een hogere school, die volgt op de middelbare of op de secundaire, hoofdzakelijk gericht op jongeren, bij voorkeur 18 jaar. Wie ouder is dan 30, ik zal u dat zo dadelijk nog tonen, vindt amper de weg naar de alma mater. Natuurlijk, tenzij je ouder bent dan 60, want dan is er natuurlijk die onwaarschijnlijk florerende universiteit van de derde leeftijd. En wie ons aanbod zoekt van de permanente vorming, ik nodig u uit op onze onderwijspagina's, die moet heel diep scrollen, vooraleer hij dat aanbod vindt, weggemoffeld. En wat doen we met onderwijsopdrachten in postgraduaten? We erkennen ze niet in de onderwijsopdracht. Eveneens weggemoffeld. Deze figuur, dames en heren, heb ik geleend van Dirk van Damme. Hij krijgt ze terug na de zitting. En die toont eigenlijk voor u, en het is eigenlijk wel een best interessante figuur, België en andere OESO-lidstaten, en meer bepaald de leeftijdsverdeling van de instroom in het regulier onderwijs. En dan ziet u ook hier dat dat voor België zo rondom de 18 jaar cirkelt. En kijk naar de lange termijn evolutie aan de KU Leuven. Ik zal het volgende plaatje al opzetten. Kijk naar de lange termijn evolutie aan de KU Leuven. Je ziet dat de deelname van ervaren volwassenen in het regulier onderwijs in het voorbije decennium amper toegenomen is. Amper toegenomen. Dit is de leeftijdsverdeling aan de KU Leuven momenteel, op dit moment. Als je de postgraduaten en de permanente vorming meetelt, toegegeven enkel de centraal geregistreerde programma's. Dus het beeld is niet helemaal volledig, maar u ziet de percentages.
Wij spelen momenteel te weinig, wij spelen nauwelijks in dat segment van de ervaren volwassenen. En ons aanbod volgt daar ook nog niet in. We hebben natuurlijk pareltjes, elke faculteit heeft een pareltje. Ik denk ook aan Pentalpha bij geneeskunde, ik denk aan het Academisch Vormingscentrum voor Leraren, prachtig. Het postuniversitair centrum in Kortrijk, dat intussen werkt voor West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Een onwaarschijnlijk gamma van één- en meerdaagse cursussen. 11.000 cursisten per jaar. Impressionant. En als ik daar dan toch een terminologische vraag mag bij stellen, u hoeft niet te antwoorden. Waarom noemt een universiteit, omschrijft een universiteit, dat aanbod nu in godsnaam als postuniversitair? Iets wat ze zelf aanbiedt. Geeft dat niet al meteen weer dat het een aparte filière is, iets in onze periferie en niet in de kern? Moeten we daar stappen vooruit in zetten? Misschien 3 heel korte argumenten. Er zijn er nog veel meer, maar ik probeer selectief te zijn. Leeftijd en levensloop. Kijk, wie 56 jaar is vandaag de dag, is voor alle duidelijkheid piepjong, anders schoffeer ik hier 2/3 van de zaal. Piepjong, maar niet op de arbeidsmarkt. Nochtans, als u, zoals in mijn cohorte, zoals dat dan zo mooi heet, mag doorstomen tot 67 en u bent begonnen op 22, dan hebt u op die leeftijd van 56 nog een kwart van de actieve beroepsloopbaan voor de boeg. Wie in de toekomst, en het is echt waar geen denkbeeldig scenario, mag doorwerken tot de leeftijd van 70. Collectief depressiegevoel in de zaal. Het is nog even weg. Beginnen werken is op 25. Die is op die leeftijd van 50 nog maar amper voorbij het keerpunt of het middelpunt van die loopbaan. We weten dat, we zien die trend, maar we zien de urgentie er niet van in. En een tweede thematiek. Kwalificatieveroudering. CDFOP, Europees Agentschap. Maakt elk jaar heel mooie berekeningen over het percentage volwassenen die worstelen met kennisveroudering. Ook in Vlaanderen, 50%, bijna 50% van onze actieve volwassenen geeft aan dat het erg waarschijnlijk is dat de kennis en de vaardigheden binnen 5 jaar verouderd zullen zijn. Wij weten nu al vanuit een berg arbeidseconomisch onderzoek dat niet deelname aan scholing doorheen de loopbaan een vroege voorspeller is van jobverlies. Kwalificatieveroudering, dames en heren, zou eigenlijk moeten een sociaal risico worden, want het is de hefboom achter heel wat andere sociaal verzekerde risico's, zoals werkloosheid. En ja, die 2 argumenten die klinken nogal sociaal-economisch qua insteek, dat besef ik. Maar, en dan kom ik bij mijn 3e punt, leren is natuurlijk ook een intrinsiek zinvolle menselijke activiteit die op heel veel verschillende manieren tot verdieping kan leiden. Zingeving, reflectie, burgerschap, persoonlijke verrijking. En misschien is het wel in dat segment dat de universiteiten een uniek aanbod kunnen genereren in die permanente vorming. Moeten we dat doen? Ik weet het niet. Als ik kijk naar de afscheidnemende regering Bourgeois en ik kijk naar het visionaire in de visie 2050, dan is daar geen twijfel. Dit is de weg vooruit. Levenslang leren, laat ons daarin investeren. Absoluut. Kijk naar de acties die ze genomen heeft, die regering. Impressionant in datzelfde segment. Alleen zonder echte plaats voor de hogescholen en de universiteiten. En er zijn andere regio's waar andere universiteiten heel andere keuzes maken, maar zich wel volgens mij beter voorbereiden op de toekomst. Het volstaat te verwijzen, u moet zelf maar eens googlen, doe dat nu niet, doe dat straks, naar de zogenaamde extension schools in de Verenigde Staten. Kijk eens naar wat Harvard doet. Harvard heeft momenteel, ik heb het nagekeken, vorig jaar, 6.699 undergraduate studenten. Heeft iets wat om en bij de 13.000 graduate studenten, postgraduate, heeft in zijn extension school, de ervaren volwassenen, 17.000 studenten. Berkeley heeft 53% van zijn studenten in een leeftijdscategorie boven 30 jaar. 53%. En wie denkt dat dat een verhaal is van ver over de plas? Nee, het begint over te waaien naar Europa. Kijk naar EPFL. Als u dacht dat die bergen hier staan om u te doen wegdromen, nee, dit is de homepage van de EPFL Extension School. De moeite om te bekijken. Wat is hier afsluitend
ons, mijn engagement, voor ik aan het korte derde luik begin. Nee, het is niet correct om die permanente vorming zo te blijven wegmoffelen. Laat ons op de voorgrond plaatsen. Ja, we willen de eerste stappen beginnen zetten naar een University for Lifelong Learning. En ik hoop samen met u allen. Ja, ik geloof echt oprecht dat het niet verstandig is, niet hier in Leuven en niet elders in Vlaanderen, om nog maar eens te investeren in een batterij bijkomende bachelor- en masterprogramma's. Laat ons die schaarse euro's investeren in het segment waar het echt nodig is. En dat zal synergie vragen met andere spelers, netwerkziekenhuizen, werkgeversorganisaties, bedrijven, culturele organisaties, educatieve spelers, evident, de krachten bundelen. Waarom niet samen met de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen in het beroepsgerichte segment? In een soort onderwijs-triple helix waarbij de overheid dirigeert en registreert, werkgevers co-financieren en co-creëren en de universiteiten co-creëren en organiseren. Waarom niet? En waarom die overheid niet aanspreken, die nu al impulsen geeft via het Artificial Intelligence Programma voor bijkomende permanente vorming? Waarom niet nadenken over voor een gericht aantal programma's, over een aparte enveloppe, of waarom niet in de outputfinanciering met een wat lagere aangepaste onderwijsbelastingseenheid? Ik spaar u de details. En met het leerkrediet als een rugzak voor het leven. Een debat voor de toekomst. Daar ben ik zeker van. Wij aan de kant van KU Leuven zullen proberen er klaar voor te staan. Last but not least, het kortste, derde luik. Een sterk Vlaanderen internationaal. Dames en heren, op 26 juni, het zal u niet ontgaan zijn, toch niet als u werkt aan KU Leuven. 26 juni van dit jaar heeft een groep van 7 universiteiten, die vaart onder de vlag UNA Europa, 5 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie voor het creëren van een soort Europese campus. Eigenlijk een Europese universiteit in wording. U ziet dat dat geweldige plaatjes oplevert met veelkleurige tenues, wat een vicerector leiden kan. Maar het is een schitterend project. 7 universiteiten uit 7 verschillende taalgebieden die energie en dynamiek bundelen voor het ontwikkelen van Europese curricula, gedurfde vormen van mobiliteit en onderzoekssamenwerking. Prachtig toch? Die op die manier werken aan samenhorigheid over de grenzen van taal en land heen. Eenheid in verscheidenheid, heeft u dat nog gehoord? En ja, wat vind ik het dan vreemd om sommige opiniemakers te lezen met hun pleidooi voor een afscherming van de Nederlandse taal en voor alle duidelijkheid, want nu begeef ik mij op glad ijs. Ik deel hun bezorgdheid voor de plaats van het Nederlands in het wetenschapsbedrijf, twijfel daar niet aan. Maar ik krijg het wat moeilijker. Als ik het pleidooi lees, is het een pleidooi voor het terugplooien op de eigen taal. En neem degenen onder u die denken dat dat enkel iets is van de Vlaams-nationalistische zijde, die vergissen zich. Want die zijde is heel divers in zijn standpunten. Je vindt daar zowel Vlamingen die zullen vechten voor het afschermen van de eigen identiteit en de bescherming van de eigen taal. No doubt. Excuus. Geen twijfel. En die had ik niet voorbereid. Maar je vindt er net zo goed, en soms denk ik wel even groot in aantal, die pleiten voor een sterk Vlaanderen internationaal. En in andere politieke families zie je dezelfde verspreiding van opinies. Neem nu, omdat de burgemeester hier zit, de socialisten. Bij SPA hoor ik sommigen zeggen van ah, maar die buitenlandse studenten komen onze belastingsgelden opeten zonder eraan bij te dragen. Standpunt A. Bij de anderen hoor ik van ah, maar die dragen wel heel veel bij aan de economische meerwaarde voor Vlaanderen en maken de taart groter op die manier. Dus, bijkomende verdelingsruimte. En wat ik belangrijk vind door een al die strekkingen, is dat ik bij bijna al die partijen lees dat ze willen gaan voor een sterk Vlaanderen internationaal, een Vlaanderen dat er staat op de internationale schaal. Maar, alsjeblieft, geef ons daar dan ook de hefbomen voor. En ik zou heel graag, nu ben ik te snel,
heel graag twee afspraken willen maken voor het verdere debat. Heel kort. Alsjeblieft, met z'n allen, laat ons vanaf nu de term verengelsing volledig bannen. Wegens inadequaat. Als u al iets in de buurt zoekt, spreek dan over meertaligheid graag. Wij bieden tot op vandaag aan elke Nederlandstalige student die dat wenst een volledig Nederlandstalige bachelor op enkele vakken na. Dat zal niet veranderen. En weet u, dames en heren, en ik vind het eigenlijk bijna vervelend om te moeten zeggen, weet u dat de Nederlandstalige studenten die aan KU Leuven onderwijs volgen, op bachelorniveau, de Nederlandstalige studenten, amper 5% van de studiepunten opnemen in een andere taal. 5%. Wat wij meemaken is geen verengelsing. Het echte probleem is dat onze studenten niet blootgesteld worden aan andere talen in hun programma. En de tweede afspraak, zo mogelijk nog belangrijker, laat ons nu eens alsjeblieft stoppen met vergelijken met Nederland. Ik geef toe, samen met die opiniemakers, dat in Nederland de slinger doorgeslagen is. Absoluut. Daar kan je beginnen spreken in sommige universiteiten van verengelsing. Maar wij hebben heel duidelijke afspraken over maximumgrenzen, over wat we mogen, wat we niet mogen. En we trekken die in twijfel, we brengen die in discussie, dat is correct. Maar we doen dat voorzichtig. En we zullen dat voorzichtig blijven doen. Geen enkele van de 5 rectoren is voorstander van een radicale verengelsing. En ik wil het debat graag voeren met enkele vragen die ik u gewoon zelf laat lezen. Dat geeft mij de kans om eens te drinken. Ik zal toch maar met u meelezen. Hoe moet dat nu met de Europese universiteiten in wording als wij terugplooien op de eigen taal? Hoe realiseren we de Vlaamse doelstelling van 30% deelname aan studentenmobiliteit als we het anderstalige opleidingsaanbod niet hebben om inkomende uitwisseling op te vangen? Hoe moet het verder met het Vlaams hoger onderwijs in de multiculturele context van Brussel, al op gealludeerd in mijn inleiding? Hoe gaan we om met de empirie die we zelf creëren en die duidelijk aantoont dat een open deurbeleid voor eikheid, dat zijn slimme mensen, de academie sterker maakt? En de laatste. Denkt u dat de KU Leuven zonder dat internationaal talent er nog zal in slagen om met zijn ongeveer 400 miljoen euro directe Vlaamse subsidie een jaarlijkse bruto toegevoegde waarde voor de regio te creëren van om en bij de 7,4 miljard. Ik denk het niet. Zullen we duizenden internationale onderzoekers terug huiswaarts sturen omdat ze het Nederlands niet machtig zijn? U mag zelf antwoorden. Hoe gaan we verder met het publiceren in het Engels of het Frans of het Duits of het Chinees? In elk van onze Vlaamse universiteiten, misschien toch wel iets om bij stil te staan, is 2/3 van de publicaties of daaromtrent samen met internationale co-auteurs. Dat is niet min. En daarom denk ik, en dat is dan mijn einde, niet mijn einde, het einde van deze speech bedoel ik eigenlijk, kwestie duidelijk te zijn vandaag, laat mij enkele krijtlijnen meegeven voor een pact waar ik echt van denk dat het de Vlaming beter betrekt bij de wetenschap en toch slimme internationalisering toelaat, de combinatie van de twee. Eerste element van zo'n pact. We hernemen het engagement om een sterk Nederlandstalig opleidingsaanbod uit te bouwen, te behouden, zeker op bachelorniveau. Maar we combineren dat met slimme internationalisering, omdat eenvoudigweg een open, kleine regio in het hart van Europa met een reputatie van meertalige bruggenbouwers dat nodig heeft. Ten tweede, laat ons met prioriteit toch eens kijken naar de drempels en de grenzen van het aantal anderstalige bachelorprogramma's, momenteel 6%. Laat ons dat slim verruimen om Vlaamse speerpunten, domeinen van wetenschap te openen voor de wereld, om de zonen en dochters van onze expats en de EU-ambtenaren hoogkwalitatief onderwijs dicht bij huis te kunnen aanbieden. Om onze engagementen in het zuiden te kunnen opnemen. Om internationaal talent zo broodnodig op de arbeidsmarkt naar hier te kunnen trekken. Zelfs als we de huidige maximumgrens van 6% anderstalige opleidingen op bachelorniveau
verdubbelen naar 12, zijn we nog heel ver verwijderd van verengelsing. Ten derde, vol gaan voor Nederlandstalige wetenschapscommunicatie, de burgers betrekken bij de wetenschap. En we leveren daar schitterend werk. Kijk wat de 5 universiteiten, u allen, want u doseert het, samen met de VRT doen in het kader van de Universiteit van Vlaanderen. Volledig Nederlandstalig aanbod dat enkele jaren geleden niet bestond. En laat ons tenslotte, ten vierde, als cruciaal element van dat pact pleiten voor hoogwaardig academisch Nederlands. En ja, dat mag met wat bijkleuring in de richting van wat ik de standaardtaal zou durven noemen. Want wat krijgen we nu? Een Afghaan die naar hier komt, zich inspant voor Nederlands en dan vervolgens gaat wonen in het Meetjesland of in de Westhoek en daar niemand begrijpt. We verwachten terecht dat die nieuwkomers de eigen taal verwerven en spreken, maar zelf gaan we er allemaal slordiger mee om. En binnenkort zullen we met het doel van 80% werkzaamheid van die Afghaan vragen dat die pendelt vanuit Ypres naar de Zeefhoek om een job te vinden en zal men daar zeggen dat men hem niet verstaat. Vier elementen van een pact om slim te internationaliseren. Laten we er samen voor gaan. Ik geloof oprecht dat er steun voor is aan progressieve en aan conservatieve zijden. En dat is die belangrijke zin waarmee ik afsluit. Want het is een keuze voor een sterk Vlaanderen internationaal. Een steun voor de Vlamingen in de wereld. Een keuze voor welvaart hier en elders. En een optie voor een krachtige, maar vooral ook een uitnodigende identiteit. Ik dank u.